Elk uh, nadeel heeft zijn voordeel, om het maar zo te zeggen. Sportwethouder Ruud Bouter kijkt tevreden terug op de vervanging van het kunstgrasveld van voetbalvereniging SJZ in Zoeterwoude. De werkzaamheden stonden eigenlijk voor de winterstop gepland. Doordat de competitie als gevolg van de coronacrisis momenteel stil ligt, kon het rubberveld eerder voor Kurk worden vervangen. En Kurk is natuurlijk heel erg belangrijk vanwege duurzaamheid. Hè, die rubberkorreltjes die we hadden. Die, die worden op een gegeven moment week en dan komt er, komen daar zware metalen en microplastics uit. En dat gaat in, in het grondwater zitten en zo komt dat in het milieu. En dat hebben we nu nou, opgelost door kurken te kiezen. Het is wat duurder, maar ook veel duurzamer. En daarbij hebben we ook kantplanken moeten plaatsen. Dus dat kan je zien rond het veld: zie je planken en die planken moeten zorgen dat de korreltjes binnen het veld blijven en niet daarbuiten. Dat is nu inmiddels ook wettelijk verplicht. Vanochtend werd het veld eerst officieel gekeurd. sjz voorzitter Tom van der Meer was bij de keuring aanwezig. Ik heb met verbazing staan kijken hoe we bij de penalty-stip de bal verder doorrolden dan bij de corner-stip. Dat, dat is bijzonder en ik, ik hou wel van dit soort praktijkoefeningen, want dat is wat de voetballer wil. Die bal moet rollen, die bal moet, moet gaan. Hoe blij is uh, SJZ met het nieuwe veld? Want het was eigenlijk wel een tijdje nodig al. Hè? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik mag het niet zeggen, maar zelfs de scheidsrechters kwamen wel eens naar me toe. Zo van uh, het veld, ik, ik heb gewoon last met mijn benen. Nee, uh, je hoopt altijd een, uh, bij sporten, vind ik. Moet de vereniging voor de accommodatie, voor de materialen zorgen. En iedereen is trots op een mooi veld, iedereen is trots op een, op een mooie accommodatie. En als ik hier naar dit veld kijk, denk ik van kom erop. Wij zijn SJZ en iedereen is van harte welkom. En je hoopt oprecht dat men zegt: van dat was een lekker speelveld. Met een speciale SJZ-taart werd de oplevering van het veld in Kleine Kring gevierd. Burgemeester van Tricht mocht de taart aansnijden. De sportieve van Tricht kon het niet laten om daarna even het veld uit te proberen.